zijn we hand vandaag voor de actie van de onthaalhouders. Regionale actie. Het is de laatste, dus we gaan nog een keer stevig aan de boom schudden. Dag is komen ontdekt en de stap wordt ons een merken. We lopen dat doen ze waar we spelen en verstaan. Ik ben Sophie de Graven van het Vrouwenoverlegcomité. Wij steunen de acties van de onthaalouders. Zorgen voor kinderen is hard werken en echt werk. En dat moet dan ook degelijk verloond worden en met een degelijk statuut. Koude zaken als je gaat, kort nog ogen door de vloogste. Voor die aan die op papier nog omroepen wij. Ik ben Marleen van Kinderopvang KV voor de dienst Oudenaarde en ik steun het statuut van onthalen. Ik ben Anne van de regio Zwevenhem, ook voor Kinderopvang KV en wij steunen onze onthalers. Ik ben Tinne, dienstverantwoordelijke van Kinderopvang KV Roeselare Izenhem en ik ben een statuut voor onze onthalers. Ik ben Nick, dienstverantwoordelijke van Kinderen van KV in Ieper en ik kom hierop voor de onthaalouders omdat ze een volwaardig statuut zullen krijgen. Ik ben Christine, dienstverantwoordelijk in Kortrijk en Ieper en ik ben hier om mijn onthaalmoeders te steunen voor een statuut. Elke zegt de rest hier gauw voor het volgen op de vlootse. Hoor die en die op papier de hond vervelen. Leg je vinger op je kaart, nee, niet vliegen, altijd draag. Ja. Leg je vinger op je kaart. Mag ik iets vragen, alsjeblieft? Ja. Waarom sta ik hier vandaag? Ik sta omdat ik graag een volwaardig statuut zou hebben als het helmet. Ik werk ongeveer 60 uur in de week. Ik sta elke dag op om 6:30 en ik sluit om 6:00. Maar ja, hetgeen dat ik gedaan heb, en was het wat of zo. En wat wij daarvoor krijgen is zo goed als een hongerloon en heel weinig respect. Dus ik denk als je thuis zit en stampelt, dat je nog meer verdient uiteindelijk. En elke dag voor 4-5 kindjes zorgen, denk ik dat ook wel een heel grote verantwoordelijkheid is. Geef ons ons rechten, gelijk op hoog. Hij was hier op hoog, hij was hier zo, dat is echt tegen mij.